Het is de Belgische Voetbalbond die de FIFA heeft laten weten dat Ruby bij Antwerp mede lakens uitdeelt. En dat zou in strijd kunnen zijn met zijn job als spelersmakelaar. De FIFA moet nu zelf beslissen of ze het nodig vindt om de dubbele rol van Ruby te onderzoeken. Daar is ons niks van bekend. Het is ook verbazend dat dat het geval zou zijn, dat de bond wel de FIFA zou inlichten, maar niet de betrokken club. Vind ik dat toch eigenaardig. Ja, doet Ruby iets verkeerd met hier te werken voor jullie? Volgens ons niet, volgens ons is alles in orde. Maar ik herhaal, als wij betrokken partij zijn, zal het toch normaal zijn dat ons daarover vragen zullen gesteld worden en zullen wij die passend beantwoorden. Ruby bekleedt bij Antwerp geen officiële functie, maar hij komt onder andere wel voor in de statuten van de NV. En achter de schermen wordt hij toch beschouwd als de sterke man bij Antwerp. Spelersmakelaars mogen niet betrokken zijn bij een club. Dat is toch wat Ruby doet hier? Ja, maar niet op ongeoorloofde wijze. Het is zeker onze bedoeling niet. Het is nooit geweest dat wij de wet zouden overtreden of dat wij een reglement van de bond of van de FIFA zouden overtreden. Dat hebben wij nooit gedaan en dat zullen wij nu ook niet doen. Als men dan een onderzoek tegen ons zou doen, dat men tegelijkertijd aan een aantal andere misstanden in het voetbal zal onderzoeken. Als daar zijn voorzitters of privépersonen die eigenaar zijn van 6 clubs in Europa. Clubs, Europese topclubs die hun reserve in de tweede klasse in België laten spelen in officiële competitie. Dus dat kan misschien tegelijkertijd allemaal onderzocht worden. Vindt de FIFA dat Ruby en Antwerp in de fout zijn, dan zal de club meteen de nodige maatregelen nemen om toch in orde te zijn. Als de FIFA het hard speelt, riskeert Ruby een schorsing en kan ook Antwerp bestraft worden.